Geersdijk is met zo'n 300 inwoners het kleinste dorp van Noord-Beveland. En juist in zo'n klein dorp met toch al weinig voorzieningen is een dorpshuis van groot belang. Maar het dorpshuis van Geersdijk heeft ook nog eens een bijzondere geschiedenis. En dat heeft te maken met de provincie Drenthe. Dag Nelly Verhulst, u bent iemand die alles schijnt te weten over Geersdijk. Vertel eens, het Drenthehuis? Ja, het Drenthehuis is eigenlijk een gevolg van de ramp. In 1953 heeft er natuurlijk ook hier de ramp toch wel behoorlijk wat gedaan. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. En de provincie Drenthe die dacht, nou, wij vinden het wel leuk om Geersdijk wat te doen. Dus het Drenthehuis is eigenlijk geschonken van de provincie Drenthe. In 1959 zijn ze begonnen met de bouw en in 1960 is het geopend. Want wat gebeurde er allemaal in dat Drenthehuis? Verjaardagen, verlovingen, trouwpartijen, ja, vergaderingen van een vrouwenvereniging, ook de begrafenissen. Ja, dat was eigenlijk toen, waren er ook natuurlijk ook voor de oudere soos, die zat erin. Al zulke soort dingen. Hoi Peter, ik laat even de ruimte zien hoor. Nou, dit is dan de grote zaal. Er worden dus alle vergaderingen en feesten gehouden. Op het moment is de schilder bezig. Dus ja, dat lukt dus nu niet. Nou ja, dit is dan de jeugdsoos. Dat is echt een gezellige vrijdagavond. En ja, de jeugd is niet meer echt de jeugd. Er zitten ook wel 50-plussers. Nou, dit is de gymzaal. Er wordt nog lekker in gesport. We hebben nog twee groepen. Eén van de herengym op maandagavond en de damesgym op dinsdagmorgen. Dus van heel Noord-Beveland komen er hier bij mensen voor vergaderingen. Want Geersdijk is het kleinste dorpje, maar het is wel het middelpunt van Noord-Beveland. Dus vandaar kunnen alle vergaderingen van alle organisaties, of politiek, of landbouw, of noem maar op, vrouwen van nu, die kunnen dus allemaal naar Geersdijk komen. Nu zie ik op die oude foto's dat torentje nog niet. En dat lijkt mij ook echt veel ouder dan het dorpshuis zelf. Ja, dat torentje is een heel ander verhaal. Het torentje heeft altijd gestaan op de school. En de school die stond in de burgemeester P. Wessenstraat, dat was vroeger de hoofdstraat. Maar de school die werd afgebroken en ja, toen we met dat torentje, wat moet er met dat torentje? Dus toen zijn we met heel veel mensen naar de gemeenteraad geweest. En toen werd er toch besloten om het torentje dus op het Drenthehuis te zetten.